Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Eerstraat helemaal vandaag met Tieme Klompen, oud voetballer van Heerenveen en oud voetballer van FC Groningen en nu assistent trainer van SC Heerenveen. Dus hij is assistent van de welbekende Jurgen Streppel. Ja, hoe lang zit je nou weer bij? Hoe lang zit je nou weer op die bank? Op de bank? Ja. Poeh. Ja, nee, ik bedoel als assistent. Ja, ik denk vijfde seizoen al of zo. Vijfde seizoen al weer. Ja, denk ik wel, ja. Of, nou, weet, ja. Nou was dit seizoen was Streppel één seizoen of één wedstrijd geschorst. Ja. Dat was de wedstrijd tegen Heerenveen AZ. Ja. Toen was jij eerste man, hè? Toen mocht ik het doen. Toen zat je eigenlijk op de plek waarvan ik altijd zelf heb gezegd van nou ooit zal ik daar gaan zitten. Hoe is dat? Kun je dat eens beschrijven op dat moment? Ja, kijk, in de week daarvoor was natuurlijk alles wel zoals we het eigenlijk altijd gedaan hebben. Dus, hoe Jurgen het weg wil zetten, dat hebben we toen ook gedaan. Maar ja, de dag zelf, dat is natuurlijk wel mijn dag. Ja, dan is het, precies, want dan is het jouw dag. Ja, en als assistent heb je toch een assisterende rol. Ja. En als je het zelf mag doen, moet ik eigenlijk zeggen, ja, dat gaat me wel een heel goed gevoel. Ja. Ja. Nou ja, vanaf de aftrap tot het einde, tot en met de persconferentie, ben jij de man. Ja. Ja, toch? Ja. Dus. Ja, tijdens de wedstrijd natuurlijk. Ja, helaas verloren we die. Ja, dat was wel pijnlijk. Dat was jammer. Maar, jouw debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal begint met Nederland, maar dat zegt natuurlijk niks. Ik hoop het niet. Nee, precies. Nee, ik hoop het niet. Maar dus, jij zit op de bank met Streppel. Jouw assistent is ook Jansen, hè? Ja, Johnny Jansen is ook assistent. Maar ben jij nou de tweede man? Ja. 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 Dus als Streppel wegvalt... Ja, dan moet hij het doen, ja. Ja, dan moet hij het doen. Ja. Denk je dat hij het laatste jaar is als assistent? Voor mij? Ja. Nou ja, daar ga ik niet vanuit, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat de assisteren mij ook heel goed bevalt. Ja? Ze vinden een hele mooie rol, moet ik eerlijk zeggen. Dus, en als het ooit het geval is dat ik hoofdtrainer kan worden en dat dient zich aan, ja, dan ga ik daar zeker over nadenken. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel blij ben in de rol die ik heb. Wat is er van waar dat Emmanuel achter jou aangezeten heeft? Ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Volgens mij wou Emman al heel lang een Lucky hebben. Daar kwam ik toen een beetje half doorheen gefietst. Ja, had je het gedaan? Ja, dat weet ik niet, maar ik heb nooit met Emman gesproken. Dus daar hebben ze allemaal heel netjes afgebeld enzovoort. Dus daar is niks aan de hand verder. Maar dat hangt van het gesprek af ook, toch? Ja. Nou heb jij natuurlijk veel meer te maken gehad in jouw carrière, als voetbalcarrière. Met Heerenveen dan met Groningen. Maar heel, heel kort voor Groningen gespeeld. Wie herinnert zich niet de laatste wedstrijd tegen Heracles? Fantastisch, hè? Mooi einde. Mooi kaart, fantastisch. Maar dat geeft allemaal niks. Nee. Toch lopen wij hier door de mooiste stad van Nederland. Door de mooiste straat van Nederland. En dan denk ik bij mezelf van, zit dat eigenlijk nog steeds in jouw hoofd? Ooit het hoofdtrainerschap van de FC? Ja, ik sluit niks uit. Dat zal wel stom zijn als je trainer bent. Maar ja, het mag wel duidelijk zijn dat ik... Kijk, ik werk nu al zo lang bij Heerenveen. Ja. Dus als het vroeg of laat zou gebeuren daar, dat zou ik wel heel mooi vinden. Het zou wel prachtig zijn. Nou, maar het zou wel stom zijn om alleen maar daarop te zitten. Maar dan moet je mij eens uitleggen. Hè? Dat Heerenveen, vorig seizoen, een paar moment stapte Foppen er weer in. Het seizoen is afgelopen. Dan denk ik van, waarom niet dit moment pakken, Streppel overslaan en teamen voor de groep? Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Nee, maar kun je me dat eens uitleggen? Groningen heeft dat ook gehad, hè? Die heeft ook zo'n seizoen Maaskant gehad. Weet je wel, toen op de een of andere manier vonden ze Van der Loor toen nog niet goed genoeg. Alleen maar ellende. Ja, nou, maar dat is bij ons natuurlijk niet zo. Ik bedoel, wij voetballen goed voetbal en mooi voetbal onder Streppel. En wij staan er goed op met z'n allen, dus ja. Jullie hebben hier wel geprofiteerd. Dat is goed. Dat is toch? Vooral voor de winterstop, jullie doen het heel goed gedaan. Ja. De eerste helft tegen Feyenoord was eigenlijk misschien wel de beste helft van het seizoen.
En toch zeg ik dan wel, er is nu een periode dat helemaal niet loopt. Nou, we hebben het lastig om de wedstrijden uiteindelijk te winnen. Ja. En de tweede helft tegen Feyenoord, ja... Ja, hoe kan het, hè? Ja. Nou, kijk, dat is zonder te vervallen in allerlei tactische verhalen. Feyenoord is wel heel vastbesloten, hoor, momenteel. En dat is wel een hele grote kwaliteit. En ja, ze hadden zich één ding voorgenomen in de tweede helft. Dat was gewoon vol in de omschakeling over ons heen knallen. Ja. En daar hadden we wel moeite mee. Maar uiteindelijk hadden we ook nog wel gelijk kunnen spelen. Ja, eigenlijk ook nog wel gekund. Ja, ik had een beetje de stille hoop. Heel raar is dat ik had een beetje de stille hoop van... Feyenoord krijgt het ontzettend moeilijk bij jullie. Dat is ook wel zo gebleken. Maar toen ik die eerste helft had gezien, dacht van Feyenoord ga je verliezen. Ja, dat toch? Ja, als ja. Dat was ook zo, maar we maken de tweede niet. Nee, jullie maken de tweede niet. En Feyenoord laat zien dat het echt een team is, hè? Ja, dat is wel hun kwaliteit. Ja, ongelooflijk hoe ze dat... En leeftijd, hè? Ja. Ook leeftijd. Hè? Dus al een poosje bij elkaar. Ja. Dat, als je dat in Nederland lukt, dan ben je ook al een heel eind. Dus ja. Jij moet ons Groningers toch eens uitleggen wat dat is daar in het Heiteland, in het Frieslands. Nou hebben jullie eindelijk weer eens een speler waarvan ik zeg nu al, hè, ik zeg het nu even, Jacob filmt, Henk is thuis, Joris zet hem maar even stil. Want dit is namelijk heel belangrijk wat ik nu tegen jou ga zeggen. Nou heeft Heerenveen in dit geval een speler waarvan ik zeg van, dat kun je in één beweging zien, dat wordt een hele grote. Dat is die man uit Zweden, hè? Die hoe zeg jij nou maar de naam? Eudegaards. Dat is een Noorse jongen. Noorse jongen, dat is die goed. Ja, en dan zet ik de tv aan vanaf de bank, weet je wel. Ja. In Wildervank zet ik de tv aan. En dan denk ik bij mezelf, hoe is het mogelijk dat die Streppel die man niet opstelt? leg dat nou eens uit. Nou, Eudegaard uit Noorwegen, hè? Ja, oh, zie maar, wat een speler. Wat een speler. Ja, oh, die bewegingen. Geweldig. Hele bijzondere dingen. Ja. Dat klopt. Nou ja, ik denk... Maar zeg jij daar niet van, Jurk, die vent moet gewoon spelen? Nou, nee, dat is gewoon een gezamenlijk overleg. Ja. Gebeuren zulke dingen. Ja, ik snap wel dat jij als liefhebber... Nou, ik niet alleen, al mijn collega's. Al mijn collega's. Ja. Allemaal, ja. Ook de man van Fox, de man van de Noors. Niemand snapt het. Nee. Maar ik denk dat je daar ook niet zo... Als je zo goed kan voetballen als hij, dan kom je er vroeg of laat ook wel weer in. Alleen, het is een beetje... Of niet lastig, maar... Waar moeten we hem neerzetten? Hij heeft al als diepe middenvelder gespeeld. Hij heeft al wat dichter bij de bal gespeeld. Dat deed hij al heel... Aan de bal is natuurlijk surplus aan kwaliteit. Hij heeft gewoon... Een soort met... Ik zie hem een beetje Messi in. Weet je, die Messi aan... Die steekballetjes. Ja. Op die leeftijd. Nou, misschien komt hij ook wel uiteindelijk terecht in de voorhoede. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar die man... Het is nog een puzzeltje, die moet even vallen. Maar maak je geen zorgen. Nee, hij komt er, hè. Ja. Hij ziet de wedstrijd nu al, hij leest de wedstrijd. Ik denk, dat is een exceptioneel talent. Ja, het is ook wel bijzonder om mee te werken. Ja, toch? In positiespelletjes, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Zo'n zicht in zijn rug, dat is echt dat is heel bijzonder. Je hebt het uitgelegd, maar je moet me nog één ding uitleggen. Ik heb laatst Ernst Faber, geïnterviewd. Geweldige kerel, Ernst Faber. Als ik dan die Faber zie in het ene vak en ik zie de hoofdtrainer van Heerenveen, Jurgen Streppel in het andere vak. Ernst staat zo met de hand, af en toe gaat hij staan, af en toe gaat hij zitten. Heel relaxed, wat er ook gebeurt. En de Streppel is twee keer drie kwartier, staat die man daar aan de kant. Waarvan ik dan denk van, wat voor zin heeft het? Geen speler die naar hem luistert. Nou ja, dat is toch niet normaal, team? Nou, Piet. Nou ja, dat... Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja, een hele andere stijl, hè? Je kunt niet zeggen dat... De stijl van Streppel is zeker productief, vind ik. Ja. Ja, dus ja, het is wel, en ik hou er zelf wel van. Zou jij ook zo'n soort van trainer zijn? Naar wie neig jij dan meer? Ik hou wel van een bepaalde beleving die er af en toe bij komt kijken. Af en toe is voetbal ook emotie. Daar moet je niet alleen maar in blijven hangen. Anders wordt één grote lange film. Ja, maar je kunt, je kunt het wel gebruiken. Maar je kunt ook overdraaien. Ik vind dat Jurgen dat goed kan. Ja? Ja. Ja, dus hij... Ja. Dus, en over Faber, ik bedoel, dan moet ik weer over allerlei trainers gebruiken. Nee. Maar, kijk, ieder zijn eigen stijl. Maar als je iets gaat doen wat niet bij je past, dan wordt het tricky. Ja, nou, dat doen ze allebei toch niet? Dus het is niet gemaakt wat Streppel doet. Nee, dus, het is gewoon een inherende persoon. Ja. Ja. Maar als die beklompen nou straks, maar dat duurt echt niet lang meer, hoofdtrainer wordt bij een club. Hoe denk jij dan zelf dat jij gedraagt? Gedraag jij dan meer naar de Faberkant of de Streppelkant? Ik denk de Faberkant. Nou, misschien dat er wel een beetje tussenin zit. Ja? Ja. Ook af en toe wel... Ja.
Nou, jij moet je af en toe wel echt laten gelden. Ja, natuurlijk. Nou, wij zijn toch duidelijk wijzer geworden, Jacob, dacht ik niet. Mooi dat Joris de bakfiets wil drukken. Ik ben blij dat Joris er ook bij is. Nee, maar ik bedoel dat wij dus ook ingelicht zijn over die Eudegaard. Waarvan ik zeg van, nou jongens, daar gaan we nog heel veel van horen. Die gaat gewoon terug naar Real Madrid. En over 5 jaar zegt Timo Tegma van, je hebt toch gelijk gehad, Piet. En wij weten nou ook het verschil tussen Ernest Faber en Jurgen Streppel. Ze zijn alle twee zichzelf. Ja, zo is het, Piet. In de camera kies jij uit. Ron Jans of Foppe de Haan? Ik vind hem heel leuk. Jij kiest uit Foppe of Ron? Foppe de Haan. Foppe de Haan. Je hoeft er niet over na te denken. Jij zegt Foppe de Haan. Ja, die kant op. Timo Klompen, jongens. Ooit, wat zeg ik ooit, binnen afzienbare tijd is Timo, ik weet het zeker, hoofdtrainer van een gerenommeerde voetbalclub.